Voordat je je persoonlijke beschermingsmiddelen aantrekt, begin je met handhygiëne. Belangrijk dat je hem goed openvouwt. Je zet hem over je neus en je mond heen en je haakt in één beweging de elastieken achter je oren. Op het moment dat hij goed zit, duw je met twee wijsvingers het metalen gedeelte over je neusbrug aan. Op het moment dat je geen lucht langs het masker opvoelt komen, zit je mond-neusmasker goed. Als je het mond-neusmasker goed gepositioneerd hebt, zet je je beschermbril op. Op dit moment is je gezicht beschermd. Daarna trek je je gekoten schort aan. Als de isolatieschort dof is, dan is hij niet gekoot en dan moet er altijd een halterschort overheen. Over de gekoten schort heen doe je tot slot je handschoenen. Nu ben ik klaar om veilig mijn cliënt met COVID-19 te verzorgen. Ik moet ervan uitgaan dat mijn hele buitenkant besmet is. Het meest besmet zijn mijn handschoenen. Dus als eerste trek ik mijn handschoenen uit. Ik laat ze in de prullenbak vallen. Ik pas handhygiëne toe. Als ik een halterschort draag over mijn isolatieschort, doe ik de halterschort uit, trek hem in mijn nekstuk. Ik vouw de halterschort dubbel naar binnen, ik rol hem op en ik laat hem in de pedaalemmer vallen. Ik trek hem in mijn nekstuk, ik trek hem over mijn armen heen. De schort is nu dubbel, dan kan ik hem aan de achterkant weer lostrekken. Ik rol hem op en ik laat hem in de prullenbak vallen. Daarna zet ik mijn bril af. Die reinig ik gelijk. Werk daarbij van schoon naar vuil. Dus ik begin bij de schone binnenkant, vervolgens de pootjes en daarna de buitenkant van de bril, want die is mogelijk het meest besmet. En ik leg mijn bril neer op een schoon stukje keukenrol. Tot slot doe ik mijn mond-neusmasker af in één beweging. Die laat ik in de prullenbak vallen. Ik pas handhygiëne toe. Ik neem de beschermbril mee en ben nu klaar om de schone ruimte te betreden.